prinses Margriet en professor Pieter van Vollenhoven bij de buurman op visite, Paleis het Loo. Zij verrichten vandaag de opening van de tentoonstelling Blauw en Bont, geconstrueerd in het blauw in de paleistuin. Met uw aanwezigheid, Koninklijke Hoogheid, meneer van Vollenhoven, en door uw belangstelling als betrokken buren, accentueert u deze speciale dag in de geschiedenis van Paleis het Loo. De scherven van Jans Blauw, die in de tuin van het Loo zijn opgegraven, het zijn namelijk het vroegst bekende koninklijk Delfts aardewerk ter wereld. Prinses Mary, echtgenote van stadhouder Willem III, introduceerde destijds Delfts blauwe vazen in de paleistuin van het Loo. Daar zijn er tegenwoordig nog maar 3 van bewaard en dus zijn met de modernste technieken 45 replica's gemaakt. Zo idyllisch staan we altijd in de tuin. De siertuin van Paleis het Loo heeft weer de grandeur zoals het ooit bedoeld was. En inmiddels nu... met een donder.